Dat kwam maar half door. Maar deze opstellingen komen er helemaal door. De vraag is of ze ook zo straks zullen spelen. Preciado eerst en dan Bongonda. Bongonda heeft zin om eens op doel te trappen en dat is wel een aardige poging. Maar het was toch een kleine 30 meter. Hoewel dat vandaag een lachertje is. Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Hier is Mohamed en dat is een redding van Vukovic. Maar daar de korte hoek moest afschermen. Althans, zo is dat te lezen op de wedstrijd. Hier is Bongonda. Bongonda wordt aangespeeld. Koffie moet zich strekken. Eventueel de herkansing. Onuatu laat goed lopen van Bongonda. Zet hem onder druk hier. Was het advies van John van den Brom dat u tot in de huiskamer kon horen en dat liep met succes af. Maar daar is Muscoon alweer. En misschien de huishoge kans voor Olinga en de goal ook. Lichtjes verrassend, net voor het half uur. Olinga met de openingsgoal. Van wat je krijgt aangereikt. Deze lange haal. Ja, die was uiteindelijk perfect op maat, omdat hij ook een beetje vaart mist. Na de bots die er niet echt een was. En zo kwam hij perfect in de loop van Chades, die die bal goed kon voorbrengen. En Olinga had er een goede spurt op zitten. Bongonda kan nog een beetje uit de voeten. En dan achteraan is het toch ook een beetje behelpen. Dit is sowieso geel. Het neigt naar een andere kleur, maar dat is een beslissing voor Vergoten. Rechtstreeks rood. Voor de aard van de overtreding kan dat altijd. Het dook naar het centrum na goed werk van Chadas da Costa. En dan zag hij wel wat er gebeurde. En dan voelde hij natuurlijk wat. Zeven minuten voor de rust. Ja, de vrije trap van Chadas. Rond de zone van zijn knie belanden. Intussen hoekschop van Bongonda en daar is misschien wel eens Lukumi met het hoofd. Nog eens Lukumi en die kopt eigenlijk de sneeuw van het doelkader. Spectaculair na 10 minuten. Da Costa probeert. Doet dat goed en dan toch verrassend die knal. Misschien nog in de rebound. De 2-0. Wat een prachtige tik met de rechter van Tabeku. Die waren relatief schaars vandaag. Maar die ene uithaal, Vukovic, kon die nog even pareren. Maar Tabeku op de loer. Knap hoor. Met rechts en met links, Da Costa. En dit is ook gevoelvol van Tabeku. Op deze mat met nog wat effect op de bal waarvan je niet weet. Gaat hij botsen? Gaat hij doorglijden? Chic. Opportunistisch. Olinga. Chas. Wat wil hij ook graag? Sirani. Zet zijn rechter nog eens tegen deze vrije trap. En dan is er deze fase nog en de vlag blijft laag. De 3-0 is er ook nog. En dus de staat van het terrein laat geen lijn toe. Maar het is buitenspel, uiteraard. Van Lukumi tegen de lat, die ook goed voor de 1-1 had kunnen zijn. En hier is bijna de 3-0. Van invaller Nlandu. Op zich doen ze dat goed. En ook deze voorzet mag er eigenlijk gelijke spelen, dat wel. De boot in ook tegen Racing Genk, maar Racing Genk kloppen. Het zal bescheiden memorabel zijn. Komt er nog wat extra's? Vukovic staat pal, moet daar nog een corner toe staan. En Munoz, die de bal ook niet meer bij zijn ploegmakker krijgt. En daar is het verlossende eindsignaal. Niet alleen voor Muscoon, maar ook voor John van den Brom.